Welkom op het circuit van Spa-Francorchamps voor de derde wedstrijd in het Belcar Endurance Championship. En daarin verwachten we een stevige strijd. Q1 Track Racing won de opener van het seizoen in Zolder. De tweede etappe was voor Belgium Racing ook in een Porsche. Maar de regelmatigste van allemaal is de Audi R8 van PK Carsport die op kop staat in het kampioenschap. We missen op Francorchamps wel de rode Lamborghini Super Trofeo van Russell Racing. De wagen is nog niet hersteld van deze crash in de eerste bocht in Zolder. Op vrijdag zijn er al de kwalificaties in Spa-Francorchamps, met daarin de pole voor de leiders in het Belcar Endurance Championship, de Audi GT2 R8 van PK Carsport, de wagen van vader en zoon Longin. Prettig weer zo'n pole, maar nu hopen ze eindelijk eens te winnen. We hopen vooral om een keer een wedstrijd te winnen. We hebben dit jaar al elke keer pole positie gehad, maar het nog nooit kunnen waarmaken. Dus uiteindelijk ben ik vooral daarmee bezig. Er ontstaat vrijdag veel discussie over de track limits, het overschrijden van de witte lijn aan de rand van het asfalt. In de meeste wedstrijden verlies je de geklokte tijd van die ronde in de kwalificaties. Maar Spa is strenger. Want als je vaker over de limiet gaat, worden al je tijden geschrapt. Het overkomt een pak teams zoals Belgium Racing, maar uiteindelijk komt er een compromis, waardoor de teams de rondetijden mogen houden waarin geen fouten gemaakt worden. En zo komt Belgium Racing toch op plaats 2 op de startgrid. Wij hebben wat tracklimits gepakt, ik en Jan samen. Het reglement staat blijkbaar zo geschreven dat het de regel is. Want ik heb altijd gedacht eigenlijk in de ronde dat je eigenlijk profit eruit haalt, dat die ronde eigenlijk wordt afgepakt. Nu blijkbaar, als het dan 3 of 4 keer is, het gaat alles kwijt. De qualifying is dan maar een half uurtje. Normaal is het, ik geloof, 40 minuten tot een uur. Ja goed, als wat begon ook nog te regenen. Dus ja goed, de reglementen zijn voor iedereen hetzelfde. En we hebben graag dat iedereen die moet respecteren, net zoals dat wij dat moeten dus. Op de tweede rij de Porsche van YDM Racing. Met Jundem en Geusens als rijders. En de winnaars van de seizoensopener Q1 Track Racing, waar Philippe Teunkens de Roemeen Vlad Raducanu als ploeggenoot krijgt. In de andere categorieën is de beste tijd in GTB voor Tip Top by NGT, met Arthur Peters en Kenny Hermans achter het stuur. Toch een endurancecursus, dus we willen de wagen toch heel thuis brengen en dat is het voornaamste. Dus, maar we zijn heel blij met de kwalificatie en we konden zelf ons als beide rijders ongeveer dezelfde tijden voorleggen, dus daar zijn we heel tevreden mee. Dat maakt ons sterk. Bij TA, de snelste toerismewagens, is de Audi RS3 van Van Pelt en Bertels de snelste. Zij komen uit voor VP Racing. In TB is de beste startpositie voor de BMW 330i van JJ Motorsport. Knap gedaan van Tom Werks. In de vrije training was nog een beetje kijken, een beetje zoeken, de juiste afstelling. Maar nu in de kwalificatie, ideaal weer. Banden waren ook wel oké. Wel op oude banden, maar toch de beste tijd kunnen doen is altijd een heel goed verhaal natuurlijk. Sinds kort is er ook een TC-klasse met onder meer Andres Beers en Jana Loeman. Ik heb deze jaar nog niet kunnen testen op Spa, dus het was vrij tricky. Maar Tina, beter dan verwacht eigenlijk, dus dat is wel fijn. De wedstrijd duurt 2 uur en 5 minuten. De gele Audi links in beeld is die van PK Carsport. De oranje-zwarte Porsche van Belgium Racing. En die willen duidelijk bikkelen voor hun positie. En dat loopt al snel verkeerd af. Ter hoogte van Pouhon haken de Porsche van Belgium Racing met Dylan Derdale en de Audi van Stinus Longin in elkaar. Dat gebeurt hier. De Audi het decor in een flinke tik. En met schade aan de ophanging moet PK Carsport al na de eerste ronde de strijd staken. Vanuit de wagen ziet de crash er zo uit. De reactie van Stinus Longin. Ja, uiteindelijk had wel een goede start. Dylan kon me redelijk goed volgen. En dubbele linkse stuur ik in op een normale racelijn. En ik krijg een tik achteraan. Voor ons is de wedstrijd gedaan. En de andere auto komt er vanaf met een drive-through. Dus voor ons is de race over. En de conculega's die kunnen de wedstrijd nog finishen.
Ook voor Derdalen en zijn team zijn er gevolgen. Hij wordt door de wedstrijdjury veroordeeld tot een drive-thru. Een trage passage door de pits is dat, waardoor het een lange achtervolging zal worden voor Belgium Racing. En daardoor komt de Porsche met het nummer 8 van YDM Racing met Geuses en Yundem aan de leiding. In hun kielzog de Porsche van Q1 Track Racing met het nummer 55. En even verderop het nummer 23, de familie Meurens voor MM Racing. Het spannendste in het eerste kwart van de koers is het duel tussen de BMW's nummer 35 Tom Werks voor JJ Motorsport en Van de Weijer en Beiers voor VDW Motorsport het nummer 83. Rondelang is het stuivertje wisselen. Om beurt profiteren ze van de slipstream, een gevecht bij de toerismewagens. De Porsche van Belgium Racing is na zijn drive-thru teruggezakt naar de zesde plaats, maar hij kronkelt zich door het peloton naar voren. Hier gaat de Porsche Cayman RS Clubsport van de baan. Hij geraakt niet weg uit de kiezel en moet geassisteerd worden. We krijgen een full course yellow waarbij de rijders aan 60 km per uur rondjes draaien. Een paar topteams lopen een nieuwe drive-thru op. En dan zijn we weer weg. Door de problemen bij de Porsche nummer 62 komt die andere Porsche Cayman, die van Peters en Hermans, naar de kop in GTB. Ook Gerry en Kenny Terklavers in hun BMW M4 doen nog mee voor de zege. Bij de TA's rijdt de Audi van VP Racing aan de leiding. In die klasse vinden we ook het vrouwenduo Julie Kenis en Juna Jane de Keersmaker terug met het nummer 68. Ze hebben voor JDK een BMW M2 CS uit de garage gehaald. We zijn niet thuis, hè, want normaal rijden we in Zolder, dus het is altijd wel een beetje spannend voor ons, omdat we hier niet zo heel vaak rijden. Maar ik denk dat ik wel voor ons twee mag zeggen dat we ons meer en meer thuis voelen, ook hier in Spa-Francorchamps. Tom Werks beheerst de TB-categorie met zijn BMW 330i Clubsport. En in TC domineert de BMW E90 van IC Motorsport met Andres Beers en Jana Loeman. Naar de kop van de wedstrijd, de Porsche van YDM met Geuses en Yundem, rijdt nog steeds aan de leiding de wagen met het nummer 8. Achter hen de winnaars van de eerste Belcar-wedstrijd van het seizoen Q1 Track Racing, Teunkens en Raducanu. En ook Belgium Racing is weer aan een inhaalrace begonnen. Hier gaan ze voorbij de Porsche nummer 23 van MM Racing naar plaats 3. Dan zijn we half koers en komen de teams één voor één binnen om van rijder te wisselen. Bij Belgium Racing gaat dat razendsnel. Hij moet nu enkel nog de Porsche van YDM Racing oppeuzelen. Een mooi gevecht voor de leidersplaats. Maar die is voor Belgium Racing en dat zal niet meer veranderen. In TC is de eindzege voor IC Motorsport bij Car Care Piet, bloemen voor Beers en Loeman. De overwinning in TB is andermaal voor VDW Motorsport, de BMW E46 van de Water en Beiers. Onze gelukwensen ook aan de snelste toerwagen Nick van Pelt en Olivier Bertels, de Audi namens VP Racing. De GTB-klasse wordt gewonnen door Tiptop bij NGT, Arthur Peters en Kenny Hermans. Voor de algemene eindzege gaat het altijd tussen de snelle GTA-auto's. Nu gaat plaats 3 naar Mick, Tom en Steve Meuris in de MM Porsche. En op 2 een wagen die lang op kop reed, de YDM Porsche, was getekend Evren Yundem en Jarre Geuses. En de geblokte vlag is officieel voor Belgium Racing, Dylan Derdalen en Jan Laurijsen. Na een start waarover nog wel nagekaart zal worden, wel de eindzege in Spa-Francorchamps. Ik rij hier super graag. Ik voel mijn eigen hier altijd goed. En ik kan de tempo altijd best hoog houden hier. Het ligt mij heel goed, absoluut. De Belcar teams maken zich nu op voor het hoogtepunt van het seizoen. Tenminste voor de meeste, de 24 uur van Zolder. We hebben bijna een paar mensen verbonden op het podium.